De politieke partij Partij Luhur heeft gisteren bij Huizen Heen, Kromo Wijjojo, een resortstructuren meeting Lelydorp gehouden. Nasir Eskak, directeur van BISA, had het over de online sollicitatie om te kunnen werken op een stembureau. De online sollicitatie om te werken bij een stembureau. Bent u 18 jaar oud minimaal en niet ouder dan 65 jaar? Bent u Surinamer, nationaliteit, en bent u ingezetene en u heeft een afgeronde middelbare schoolopleiding, dan mag u solliciteren naar een van de functies die er zijn op de verschillende stembureaus. Landelijk hebben wij 673 stembureaus. Elk stembureau wordt bemenst met 10 personeelsleden. Dus in totaal minimaal hebben wij 6730 mensen nodig om een stembureau te kunnen leiden. U wordt getraind en voor het trainen wordt u betaald. En voor het werken op de dag der stemming zelf wordt u ook betaald. En ik mag u zeggen, het geldsbedrag dat u gaat krijgen is een goed bedrag. Het varieert in de orde van 6.000, 6.500 SRD voor maar één dag werken. Ja, dus voldoet u aan die criteria, geeft u zich op, ook op de website verkiezingen.gov.sr, vacatures, daar is die tab, klik erop en dan vult u dan uw gegevens in. Dan wordt het gescreend, men gaat u vragen om uw diploma ook te uploaden, dat doet u dat. En dan wordt u dan opgeroepen om mee te doen aan de training. Goed? Als er mensen zijn die u kent, minimaal 18 jaar oud, niet ouder dan 65 jaar en ze voldoen, ze zijn Surinamer, ze zijn ingezetenen en ze hebben de, wat was het laatste? Surinamer, ingezetenen zijn, 18 tot en met 65 en een middelbare schoolopleiding, dankjewel. Ja. Zeg ze dan om te solliciteren, om ons te helpen ook, dat de zaken bij het stembureau richtig gaan verlopen.